In de Nationale Assemblée is gisteren de ontwerpwet overdracht passagiers- en bemanningslijsten met algemene 30 stemmen aangenomen. Uit protest tegen het feit dat Raymond Sapoen en Deepak Kumar Chitun nog deel uitmaken van het college, heeft de oppositie niet deelgenomen aan de stemming door de zaal te verlaten. Er is verder afgesproken dat er een samenwerking komt voor het ontwikkelen van een Advanced Passenger Information System. Door de samenwerking kunnen criminelen gezocht worden op basis van de passagierslijsten. De veiligheid kan hiermee worden verbeterd, zegt minister Jennifer van Dijk Silos van Justitie en Politie. Het lid Matura heeft de vraag gesteld wie de minister zal aanwijzen als de wet wordt afgekondigd. Op dit moment is BNV, die border management beheert, dus de minister zal BNV op dit moment aanwijzen totdat die Immigration Authority een feit is. Dus wij werken ook keihard daaraan. Er is ook gevraagd door het lid Matura, als het systeem uitvalt, wat de procedure is. Ik wil dan hierbij verwijzen naar de mondelinge akte van wijziging die ik straks zal voorlezen. Verder is er gevraagd bij wie de databestanden rusten. Bij de vorige, in de tweede ronde heb ik, bij vorige keer had ik aangegeven dat de server op, bij Juspol is. En dat heb ik ook aangegeven dat diverse diensten toegang hebben tot het bestand. En dat wil zeggen politie, vreemdelingenzaken, CIVD. BNVOM. Minister Jennifer van Dijk Silos. Het was het debuut van assembleelid Keshio Persat Gangarampade als voorzitter van de commissie van de rapporteurs. Hij werd gecomplimenteerd voor het werk dat gedaan is en de vlotte voorbereiding en afhandeling van de ontwerpwet. U ziet hoe constructief ons hoogste college van staat bezig is geweest met onderhavig wetsontwerp. Het doet me goed dat we in twee werkdagen al zo ver zijn. En dat zou niet een feit zijn geweest als het Hoogste College van Staat specifiek op het wetsontwerp had gebrainstormd, andere zaken buiten heeft gelaten. Het stemt me heel goed. Het stemt me heel goed dat de commissie van rapporteurs heel goed advies en ondersteuning heeft gehad van de actoren met wie we aan tafel zijn gaan zitten, namelijk de vertegenwoordigers van het ministerie van TCT, van de SLM, van NV Luchthavenbeheer, van GUM Air, militaire politie, immigratiedienst, Bureau Nationale Veiligheidsdienst, Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Maritieme Autoriteit, al de deskundigen die hier aanwezig zijn. Aldus de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Keshio Persat Gangarampade. In de Nationale Assemblée is gisteren de ontwerpwet overdracht passagiers en bemanningslijsten met algemene 30 stemmen aangenomen.